Vandaag speel ik met Joran Duo Showdown, maar dat is niet alles, want wij krijgen ieder een random knokker toegewezen. Ah, Frank. Voor elke keer dat we een match winnen, krijgen we daarnaast ook nog een handicap om mee te spelen. Gaan we de games winnen terwijl we voor de allereerste keer samen spelen? Je ziet het in deze video. Dames en heren, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Deze keer ben ik niet alleen. Oh nee, zeker niet. Ik ben samen met de enige echte... Gameboy. Oh, dat zijn wel heel cool. Ja, ik zat ook echt half in mijn microfoon. Er zit allemaal speeksel op. Dit is een beetje gehoord. Ik denk dat ik nog nooit iemand zo cool op Gameboys heb horen zeggen. Kijk, en dat mag ook wel, want dit wordt ook een hele coole video. Ja, als het goed is wel. Ja, ik ben flink bezig geweest om de productie van mijn kanaal omhoog te gooien. Dus vanaf vandaag kan ik met trots presenteren dat wij een bakje hebben met papiertjes. Ja, ja, dankjewel. Bravo. Ja, ik zou me oppassen, straks hou ik je in hoor. Ja, dit soort productie, dat is natuurlijk fantastisch. En dan vraag je af, wat zit erin? Er zitten allemaal namen in van random knokkers. We moeten allebei een loodje kiezen en dat zal ik voor jou doen. Ja, ik wil eigenlijk die links onder. Die links onder, ik zal even kijken. Oh ja. Nee, we krijgen ieder een unieke knokker en daarmee moeten we gaan spelen en wij gaan gewoon winnen. Dat gaan we sowieso doen, want dat is net ook best wel goed gegaan. Dus het moet nu ook wel goed gaan. Absoluut, we hebben net al een video opgenomen voor Joran en dat ging eigenlijk... Te goed bijna te goed. Eigenlijk. Ja. Je zal aan die video zien waarom ik dat zeg. Ik ga nu jouw knokker pakken. Ik doe het eerlijk. Je kan het later terugzien in de video. ik geloof je helemaal. Jouw knokker. Oh, ik heb twee dingen. Voor vandaag is... Bol. Bol. Oké. Dat voor deze map die er nu is, helemaal geen verkeerde knokker. Dus ik ben er wel blij mee. En voor mij is het Piper. Dan kan je gewoon Piper blijven. Die was je ja, die had ik toch al. Alsof dit allemaal ingestudeerd was. Dat zou zo eens kunnen. Rigged. Alright, we gaan lekker spelen. We gaan... Even dikke victories pakken. Ja, maar dat zal het ding dus zijn. In jouw video wilden we eigenlijk elkaar proberen te killen. Nou, toen vinden we gewoon... Vinden we? Ja, bonden we alles, ja. Bonden we. En nu zal het zijn dat we willen winnen. Dat het helemaal niet gaat lukken. Ja, dat zal echt heel zuur zijn. We gaan ook meteen uit elkaar. Bol, waar blijf? Bol. Ik zit even voor jou alle kistjes hier te openen. Ik ben gewoon een vrouw met alleen een paraplu. Oh, ik pak hem. Oh jee. Lekker. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Ik denk het ook. We gaan nu nog een... Er zit gewoon niemand. Wat de... Ik denk dat hij er niet meer achter zag. Ja, dan mocht het te goed gaan, dan gaan we straks nog restricties erbij gooien, hoor. Ja, dat we bijvoorbeeld geen super mogen gebruiken en dat soort dingen, bedoel je? Oh, dat vind ik een hele goeie. Dat is voor jou nu wel echt heel vervelend, want dan als er iemand naar je toe komt, dan kan je niet wegrollen. Of wegspringen, bijvoorbeeld zo'n Daryl is wel gevaarlijk. Zo, doen even damage, jongen. Wat? 13 krachtpunten al. Hupsakee. Oh jee, spring. Dat ging nog maar net goed. Oké, ik krijg hier nu een bom op mij. Ik kom je helpen. Ja, dankjewel. Ja, dat is nu wel het fijne. Kijk, net had je mij dood laten gaan en nu kom je me tegemoet en help nee, je Nee, ik kon dat toe. Toen ook al niet over mijn hart verkrijgen, hoor. Oh, dat vind ik mooi op te horen. Oh, nee. Bescherm mijn boel. Hoppa! Het doet zoveel 18 krachtpunten. Wat? Oké, dit gaat echt... Zullen we kijken hoeveel we er kunnen krijgen? Als we de hele tijd één van hun killen en de andere levend houden... Ja, kijk, dan kunnen we de hele tijd 1 krachtpunt erbij krijgen. Yo. Die guy, ik kan hem nu snipen. Oh nee, niet ineens zijn vriend. Ga eruit. Goed zo, hij rolt eruit. Ja, het zou wat zijn als hij zichzelf gewoon gaat laten killen. Hij blijft ook schieten. Hij probeert het in ieder geval nog wel. Ja, wat een agressieveling. Oké, we kunnen weer 1 iemand killen. Boom. Het maakt ook helemaal niet uit. Hupsakee. Ja, nice. Oh, hij heeft hem afgepakt. Oké, nu ga je eraan. Ik spring weg. Dit ging te goed. Dit ging wel echt heel goed. We gaan per keer dat we winnen, wordt een extra challenge ingesteld. Oké. De eerste is... Ja, wat is de eerste? Geen super. Dat is wel echt een lastige, want meestal is de super juist het beste wat je hebt voor een knokker. Ja, bij de ene is het belangrijker dan bij de ander, dus hangt er een beetje vanaf welke knokkers we krijgen. Precies, sommigen noemen die aanval gewoon een super aanval. Ja, zo heet het ook, ja. Alright, ik ga iemand kiezen. Kijk weg. En jouw knokker voor vandaag is Crow. Oké. Dat is wel jammer dat ik zijn super niet mag gebruiken. Maar alsnog, ik ben er wel tevreden mee. Alright, en die van mij is Mr. P. Dat is ook wel jammer, want hij heeft ook wel een leuke super. Ja, het is... Eend of...
kip. Volgens mij is het een kip. Waar komt de kip uit? Nou, hij heeft een super en dan heb je een soort van apparaatje en dan komt een klein dingetje uit. En volgens mij is dat een kip. Ik dacht, heb jij honger of zo? Hoe kom je op kip? Alright, we gaan lekker nog een potje. Ja, geen super. Ja, nou dat moet in principe ook wel te doen zijn, want dit zijn op zich wel... Fijne knokkers om mee te spelen, vind ik zelf in ieder geval. En gadget? Heb jij een gadget? Oh ja, ik heb een gadget. Wordt dat de die volgende... Die mogen we nog wel inzetten? Ja. Oké. We moeten het ook straks moeilijker kunnen maken als het te goed gaat. Ja, Oké, dat ging... Ik denk dat dit al wel een lastiger potje gaat worden dan de vorige. Dat denk ik ook. Ik kom naar jou niet. Ik kom toch niet naar jou. Ja, ik ga gewoon eventjes veilig zijn, want nu kan jij respawnen, toch? Ja, en dan kan ik... Kunnen we misschien op die Nita? Wacht even, mijn gadget, ja? die maakt mijn super sterker. Ja. Jij hebt helemaal dus niks aan je gadget. Dus ik heb helemaal niets aan nu. Ja. Ja. Oh ja, het is nu dat je het zegt, dat had ik nog helemaal niet bedacht, nee. Oh. Ja, die is wel heel low, die Piper. Oké, die hebben we. Lekker, ja, dude. Ja, ik kon die gast even binnenrollen. 12 krachtpunten gewoon. Dit zou wel heel ziek zijn als we dit nog weten te winnen. Eigenlijk moet hij eerst even naar dat andere team voordat hij... naar ons gaat. Hij pakt gewoon de krachtpunten van zijn teammate. Ja, die telkens dood gaat. Oké, of zullen we eerst dat andere team proberen te killen? En als we die killen, hebben wij ook wat krachtpunten. Ja, dat is goed. Zo, die Piper doet ook damage, hoor. Ja, die heeft ook al 4. Ik probeer... Oh, jij komt eraan. Oh, dit is niet goed. Ja, normaal was ik weggesprongen, maar dat mag dus niet. Oh, man. Oké, ik probeer het hier te overleven. Ik ga hier in de hoek staan. Even kamperen. Nee. Meteen een rode ding op je. Dit is al wel echt veel moeilijker, man. Zonder dit super is moeilijker. Dus we houden nu gewoon nog steeds de challenge vast van geen super. Ja. We krijgen weer een nieuwe knokker. Oké. Voor jou is dat Gil. Gil, oké. Dan kunnen we wel zijn gadget gebruiken. Dat is wel nice. Dan heb je zo'n springplank dus. Voor mij is het... mijn man El Primo. Ja, jij hebt ook zijn gadget van El Primo, toch? Ja. Zo, dat weet je nog heel goed. Even kijken wat dat is, hoor. Onthouden. Dan kan je iemand weggooien. Oh, over mijn brede schouders. Dit is zo'n accuraat spel. Ik vind die skin trouwens wel echt mooi. Beast mode, let's go. Beast mode. Ik volg jou, oude man. Yes, ga ik doen. Oude man en weer op een avontuur. Wow, hier zijn echt super veel dingen. Ja, en kunnen we misschien wel even allemaal openen? Dat zou fijn zijn. Rosa wil chillen. Oké. Iedereen komt echt meteen hierheen. Oh, misschien kunnen we hem... Ja, hij is wel redelijk low. Ja, ik zou zo meteen misschien mijn springplank in kunnen zetten en dat we naar een van die toe gaan. Want jij bent natuurlijk voor dichtbij wel echt heel sterk. Ja, ik hou een beetje 1,5 meter afstand. Oké, ik zet mijn springplank neer. Kom, ik kom eraan. Kom, dat was jee. Die springplank duurde echt lang voordat ik kon. Ja, nice, maar je hebt wel een kill. Oh, dit wordt heel gevaarlijk. Weg. Jammer, ik mocht niet ulten. Ik mocht niet mijn super doen. Dat was ik alweer vergeten. Dat was ook zo. Dan nog een keer proberen? Ja, we gaan deze gewoon nog een keer. En dan moeten we eigenlijk even met z'n tweeën op de springplank en met z'n tweeën dan in één keer een team uitschakelen. Dat zou nice zijn. Ik vind het een goeie. Laten we het doen. Gewoon weer naar het midden gaan? Yes. Even lekker veel kistjes openen. Daar zitten inderdaad veel kistjes. Kom eraan. Ja, die Rosa die pakt het allemaal af. Maar je hebt hem! Lekker! Ja. Nice, kijk, dit lijkt... Kom, we gaan hier naar onder. Mijn kracht! Nee! Ik zag niet dat je dat ding deed! Maar je hebt wel iemand gekillt. Ja, ik heb wel een kill, ja. Maar dit was niet de bedoeling. Ik kom eraan, ik ga alsnog springen. Oké, dan komt hier nu een Rosa weer. Ik zou heel graag nu mijn super willen inzetten, maar dat mag natuurlijk niet. Hupsakee. Ja, want als jij je super nu kon inzetten, hadden we hem ook makkelijk kunnen killen. Ik pak hem... damage! Yeah. Wat lekker. Kom hier Beertje een knuffel geven. Dat is een super. Nu kan ik hem wel pakken. Ik zal via boven, ga jij via onder? Sowieso. We gaan gewoon samen, hupsakee. Yes. Gezellig. En dan jump... Boom! Oh ja, ik zie niet wanneer jij dat ding doet. Ja, maar dat moet ik misschien ook eigenlijk iets van tevoren zeggen. Ik heb in ieder geval 1 iemand gekillt. Oké, ik ga pannenkoeken flippen. Man. Ik zal even die beer voor jou killen. Zullen we nu tegelijkertijd een jump nemen? Ja, laten we dat doen. Oké, dan ga ik nu hier naar boven. Nu, hier. Wow. Het zou geen...
Ja. Pannenkoeken flippen, ik flip hem. Lekker man. Hey, wacht even, ik dacht dat we klaar waren. Ja, zijn teammate die spawnde net opnieuw. Ja, dus maar dat is niet de bedoeling. Maar het is gelukt, het is gelukt. Yes. Alright, gaan we dan nog één challenge doen. De ultimate challenge. Geen gadget en geen super. Oké, ja, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een goeie. Gaan we even mooi afronden. En mochten jullie trouwens goede ideeën hebben voor leuke challenges, hoeft niet per se met supers of met gadgets te maken hebben, laat even achter. Of andere leuke ideeën, want dan hoef ik het zelf niet te verzinnen. Ideaal. Ja, dat scheelt natuurlijk weer heel veel werk. Ja. Oké, ik pak eentje voor jou. Jij krijgt vandaag... Wat heb ik hier geschreven? Ah, Frank. Oké, je kon eventjes niet lezen. Nee, ik zat te kijken, is dat nou een P of een F? Oké, dat betekent dus ook niet dat ik zijn gadget mag gebruiken. Dat is een beetje jammer. Nee, helemaal waar. En ik heb Jackie. Nou, dat vind ik... Op zich is Jackie wel goed. We zijn wel echt zo'n combinatie. Als we een knokker krijgen die op afstand sterk is, dan kunnen we helemaal niks. Nee, dat wordt lastig. Zal ik naar het midden gaan, die kistjes daar openen en jij boven? Ja, dat is goed. Dan hopelijk kunnen we lekker veel pakken. Hupsakee. Ik heb hier al twee te pakken. Oeh, lekker. Ik heb er eentje. Oh, chill. Oh, yo. Ik heb hier al een kill. Oh, wow, rustig aan. Ik wil ook meedoen, hè. Ja, ik zal nu eventjes wachten. Maar ja, die super van Frank is zo goed. Maar ja, dat is Oké, je mag hem doen om bomen te ontwrichten. Oké, ja, we gaan bomen hakken. Oké, een bomen hakken. Hupsakee. Nice. Yay. Hey, daar is iemand. Oh, die is best wel low, dat team. Ik ga wel bovenlangs. Dan gaan we hem insluiten. Hallo. Ja, Hupsakee. Kijk eens. Hoppa. We gaan nog best wel goed eigenlijk. Ja, dit verbaast mij ook. Ja. Normaal ga ik niet zo goed. Oh, we komen eraan. Lekker. Check hoeveel. Nou, easy. Check ook hoeveel HP wij allebei hebben. We hebben allebei dik over de 10.000 HP. We hebben heel veel. We moeten even een boom zoeken. Oh ja, ik moet weer even... Oké, wacht even, Piper. Ik ga even een boom kappen. Even een boom... Zijn alle bomen weg? Nee, volgens mij boven zag ik nog bomen. Oh, die zijn ook al weg. Je heeft iemand anders ook al bomen zitten haken? Oh, man. Dat is niet leuk. Ik ga gewoon dit muurtje... Nee. Oké, we mogen hem nu niet killen. Ik wil gewoon een minuutje. Hij moet even... Oh, dat was geen ongeluk. Oké, ik ga ook even speeden. Speedrun. Zolang het voor spekken woont. Kom maar, Piper, hit me maar. Het maakt toch niks uit. Hij kan gaat hij heen? Zo veel hit als hij wil. Het maakt eigenlijk ook niks uit. Oké, Mortis, nou, wat denk je wel? We did it. Goed gespeeld, Joran. Ja, was nice. Lekker duo wij zo. Ja, toch? Ja, gaat goed. Ik vind hem helemaal toppie. Guys, hopelijk vonden jullie hem ook leuk. Smash even een duimpje omhoog en abonneer voor meer Brawl Stars video's. En check natuurlijk ook het epische kanaal van Grrrr. En wij zien jullie bij de volgende Brawl Stars video. Tot dan, mensen. Ciao. Later.